Wat verwacht je ervan? Van de trip? Ja? Nou, even afwachten, maar we hebben een lange dag voor de boeg. En ik hoop dat we een beetje fris aan kunnen komen en dan een mooie wedstrijd kunnen spelen. Wel enig idee wat je daar allemaal gaat doen? Ja, we hebben een programma gehad. Het is aardig dichtgespijkerd. Dus ik weet precies wat we allemaal gaan doen. Ja, je gaat trainen, wedstrijd spelen, maar ook twee culturele uitstapjes. Ja, Verboden Stad zag ik en Chinese Muur. Nou ja, ik denk dat dat ook wel de dingen zijn die je even aan moet tikken als je er bent. Dus hoort er een beetje bij. En ga je dan thuis nog inlezen wat het is of wat je daar kan aantreffen? Ja, thuis heb ik nog niet gedaan, maar ik wil wel een klein beetje inlezen inderdaad waar ik terecht kom. Ja. Is het voor jou belangrijk dat je naast het voetballen ook even wat cultureels meemaakt daar? Nou ja, het zijn natuurlijk landen waar je niet 1, 2, 3 komt. Niet zo snel, laat ik zo zeggen. Dus dan is het ook wel gaaf als daar wat tijd voor is. Ja. Is er ook echt zin om te gaan? Je zegt van voetbal natuurlijk leuk, maar ook gewoon even wat anders. Een keer een andere voorbereiding. Je gaat al jaren mee. Ja. Dit heb je nog nooit meegemaakt. Nee, daarom. Dus ja, het is wel leuk. Alleen, ja goed, het is een hoop geslepen en een hoop reizen. Dus ik hoop dat we er lekker fris uitkomen. Dat is het belangrijkste. Je zit in ieder geval goed, toch? Hè? Heen en terug. Dat is goed geregeld, beetjes ja. Vooruit. Ja. Goeie reis. Ja, dankjewel.